kant. Even kijken, jongens. Dat zal ik even vertellen. Als je hier deze weg afrijdt, ja, dan kom je uit aan het einde van het dorpje en dan ga je naar de Verenstraat. Verenweg. En dan heb je de veer, het pontje heb je over de IJssel heen en dan kom je uit in Serenbroek. Oh, kom even hier. Serenbroek? Ik dacht in Gossel. Nee, Herenbroek. Nee, Gossel is aan de andere kant. Daar komen we net vandaan. Serenbroek. En Serenbroek hebben we dan hier bezocht naar Klazien. Ja. En Serenbroek is het Jan Pelleboerstraatje en daar is ook het Jan Pelleboermuseum. Ja, oké. Okay. Maar deze is gesloten? Nou ja, er was niks. Dus er was niemand. Dus, nou. Oké, fiets. Dus daar is het museumpie en daar kunnen we niet in. Nou ja, ik weet niet of het museumpie al is. Er staat nergens dat het Klazien museum is. Ja, maar jij las het voor. Dat was uit 2020, hè? Ja, daarom. Even uit de zon, jongens, want het is wel echt ongelooflijk heet. Nou, we gaan straks naar de achterkant. Ja, ja. Oké, maar gewoon gaan we. Ik denk dat het 10 graden scheelt of je nou in de schaduw loopt of in de zon. Kunnen we niet van schaduw tot schaduw fietsen? Typisch Hollands, hè? Koud hervat. Als het slecht weer is, mopperen we en als het mooi weer is ook. Ja, dat is ook zo. Nou jongens, daar zijn we bijna bij het veer. Hé, hey, Margot. Kijk. Zag je dat? Die Zalk. Zalk hoort bij de gemeente Kampen. Strandjes of zo. Ja. Oh, kijk, zitten ze in het water, zie je dat? Daar. Hij komt nog terug. Zalkerveer. Nou, dat is ja. En ja, met de stroom mee. Hé? Nou ja. Ja, dat zeg ik. Ja. Goedemiddag! Hallo. Hallo, hallo! Nou, wat leuk dat je even terugkwam! Even wachten, Margot. Ja, ik zet ze wel tegen elkaar. Ja, wat leuk, jongens! Hier lekker een strandje, zijn ze lekker aan het zwemmen. Ja, dat is natuurlijk een puur een windje of een stroming. Het Zalkerveer. Ja, super. We gaan even naar het huis van Jan Pelleboer kijken. Kijk hoor. Even naar het huis van Jan Pelleboer. Ja. Ik kijk even het gebied niet gezien. Nee. Heb je gezien wie er geschreven heeft? Vertel, Tess. Tess? Ja. Wist ik. Ja. Nou, we zijn wel aan de overkant ook, jongens. Ja. Meneer, tot hoe laat vaart u? Op 6 uur vanavond. Oké, ja, dan moeten we zo meteen weer terug, ja.
hebben gevraagd tot hoe laat ze varen. Tot 6 uur. Oh, ja, nee, dan willen we lang terug. Ja, 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 ja. Oh, kijk. Dit is weer anders, zie je dat? Ja. Dat ze de zomer mogen zwemmen. Ja. Ze kunnen het niet tegenhouden, denk ik. Ik denk dat ze dat niet tegen kunnen houden. Nee. Hier, even kijken wat de bootjes erin zitten. Mogen zwemmen. Ja. Ze kunnen het niet tegenhouden, denk ik. Ik denk dat ze dat niet tegen kunnen houden. Nee. Hier, even kijken wat de bootjes erin zitten. Lekker water hoor. Ja. Ja, heerlijk. Nou jongens, hier een boek. Hier is dus. Hier woonde Jan Pelleboer. Brandweer. Even wachten, Geet. Dan staan we hier in de schaduw. Richting de Jan Pelleboerstraat. De EW van Lentestraat draait naar links en wordt de Jan Pelleboerstraat en je arriveert op je bestemming. Oké. Okay. Kijk maar, Go. Dit is die Jan Pelleboerstraat. Ja, dat zie. Workout gepauzeerd. Maar jij zei huisje. Nou, maar hier is niet zijn huisje. Nee. Dit is een hele nieuwe straat. Ja. Even kijken, even in de schaduw. Dan zoek ik even, want dat, volgens mij was dat bij die kruising, zaten die mensen daarvoor, dat voor dat ja, gebouw. Ja, waar dat kroon in het perkje zit. Ja, volgens mij was dat het museum. Ja, dan gaan we daar zijn. Heb je hem? Ja, ja, ja. Ik heb het op beeld. Yes, yes, yes. Oh ja. Oh. Oh, vandaar. En met de kerst hebben we het allemaal lekker gestreven. Oh ja, 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 dat is logisch natuurlijk. We zijn eerst naar de Jan Pelleboer straat. Ik kwam erachter dat hij 32 jaar geleden is overleden. Nou, maar goh, kijk nou toch eens. 32 jaar geleden overleden. Jullie komen uit Kampen. Nee, daarom zijn we vanmorgen nee, we zijn, geweest, maar dat Zalk. Komen we niet vandaan. Zalk. Ongewoon in Zalk. U woont in Zalk? Nee, Sierenbroek hier. Oh. Ja, Jan ja, in 1994 stond er op ja, maar het is precies... Ja, kijk, zie je dat? 24, 30 jaar geleden. Oh, overleden. 34. 32 jaar, ja. Is dat de bekendste man van Sierenbroek? Ja. Ja? Ik zal u er niet op zetten, dus... 2010. Ja, ja. Leuk. Ja. Oh, Doorrijschuur is gerestaureerd en een klein gedeelte is ingericht als museum. Ja. Wat leuk, wat lief dat ze dat doen, hè? Ja, ja. Beetje promoten. Kijk, ja. Kijk en Maxima. Hier is dus de Maxima 2013. 2014, de buurten, zijn ze hier geweest. Leuk. Toen heeft zij een kaart gestuurd. Jacqueline.
En die, toen zijn ze op uitnodiging hier geweest. Oh, wat leuk. Dus het hele dorp. Tot... Kijk dan maar gewoon. Ja, dat zal best wel. Helemaal voorbij. Helemaal voorbij. Ja. En dit is allemaal over de IJssel, een vitrine van de IJssel. Oh, ja. Dus dat is toch allemaal heel leuk. Ja, dat is allemaal geschiedenis. Ja, dat is allemaal geschiedenis, ja. En dan doen we elk jaar een thema. Ja. Dus, nou is het boerenleven. Oké. Heb ik net nog. Oh, kijk, het is ook mooi. 40, 45, wel gebogen, maar niet gebroken. Nee. That's it. That's the spirit. Ja. Nou, wat leuk. Ja. Nou, dit, toch... is, dit is allemaal Koningshuis. Ja. Nou, en dit is dan het boerenleven van vroeger dan weer wat. En... Ja. Ja, als u vraagt, ja, je kan alles, de hele geschiedenis van Pelleboer staat hier zo in. Ja, ik zie het. Nou, dat was onverwacht. Ja, zo terug. Tot ziens. Dank u wel. Nou, we gaan weer maar over. Zo. Ja, ja, eigenlijk Westervoort is het aan de andere kant van de IJssel. Maar dat doet, de Rijn die scheidt zich dan naar de IJssel. En daar zijn we dus alle, die, alle plekjes waar hij geweest is, daar zijn we dus nu ook. En heeft hij een verhaaltje te vertellen? Ja, dan heb hij een verhaaltje en dan dat doe mij na. En daarom zijn we nu even naar de overkant geweest, want dat was Serenbroek, het huis van Jan Pelleboer. Ja. Zijn we net in dat museum. En zijn in het museum geweest en die dames die gaven zo'n leuke uitleg. Ja, hartstikke lief. Ja. Ja, aan de weg. Ja, bij de kroon. Ja, de kroon, ja. En nu zijn we op zoek. En dan doe je de dingen niet, hè. Dat is heel gek. Nee. Ik weet niet of jullie dat hebben, maar als het in de eigen omgeving is... Nee. Ik heb 3 jaar achter het circuit in Zandvoort gewoond. Hij zijn hele leven, ik 3 jaar. Ik ben er nog nooit geweest. Nee. Mijn kleinkinderen zijn de Potjandori wel al geweest. Ja. Ja. Wij woonden op 500 meter afstand. Hè? Maar als je ergens anders bent, en dan ga je juist verdiepen in de omgeving. En ja, maar ja, er is zoveel moois te zien. Ja, ja, Nederland is hartstikke Nederland mooi. Nederland is ook hartstikke mooi. Als het weer altijd maar een beetje regent. Ja, dat is het hem. Ja, ik zeg, als je zulk weer hebt als vandaag is, dan hoef je nooit naar het buitenland. Nee, absoluut niet. Nee. En dan is het s'avonds ook gezellig buiten op de pleinen en op de terrasje. Ja. Helemaal mee eens. Ja. Ook. Daar is het... Ja, dan gaan we even naar dat kerkhof. Ja. Even. Na 1 kilometer, ja. Rechtsaf naar Van Dijksweg. Ja. Ga rechts. Ja, iets naar rechts, toch? Dat weet ik niet. Ja, dat zei die meneer. Naar Burgemeester van Vleutenstraat. Jongens, en denken jullie van
Waarom stoppen ze hier nou? Nou, hier is dus Klazien begraven. Klazien uit Zalk. Ja, we gaan echt, we nemen Huub heel serieus en we doen echt de hele route. Nou, het is die gaat... meneer en mevrouw dat vertelde dat ze hier lag, hè? Ja, ja, nou, maar dat wist ik. Nou, moet... dat noemen ze een simpel steentje. Ik vind het nogal wat. Dit is dus Klazien van Zalk. Uit Zalk. En hier ligt ze dus begraven. Met haar man. Met haar man, ja, ja, ja. We hebben het gevonden. Het is wel een beetje luguber, maar... Nou, helemaal niet. Nee. Hoort er ook bij, toch? Ik zag hier net wat mooi. Wat is dat? Een gedicht van Ida Gerhards. Oh. Oh ja. Ja. Dat is ook toevallig. Ja, dat is zeker toevallig, ja. Workout gepauzeerd. Nou jongens, dit is nummer 4. De bestemming is links van je. Ja, links is het. Hier is het. Niet erop, hè. Kijk jongens, dit is het huis van Klazien. Klazien uit Zalk. Daar gaan we even een foto van maken. Workout gepauzeerd. Een foto. Ja, dat was er... kruidenmengseltje of zo. Ja, ik denk dat dat meer toepast is. Dat is wel een mooi huisje. Nee. Maar niet echt midden in het dorp. Nee. Als het dan zo bekend geworden is, hè? Nou, Zalk, we zijn er weer. Gemeente Kampen, jee. Hé, nou, was toch wel een enerverende dag. Ja, we hebben twee highlights gezien, ja. Hey. Huppie, bedankt. Huppie, bedankt. Huppie, 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 bedankt. Oh kijk, er zijn er meerdere mensen. Kijk, dat komt mooi uit. Dan kunnen we meteen weer de fietsen op de oplader doen. Oké. Okay. Ja. Hey, wacht even, want ik denk dat hij staat er nog aan. Even kijken. Ja, dan gaan we meteen even afsluiten. Wacht even, dat doen we dan eventjes. Ik had een visje mee. Voor het geval. Ja, 30 graden mensen, maar gauw wat een vestie mee. Beter mee dan om. Heel verstandig, maar gauw. Ik heb toch ook mijn regenjas mee? Ja. Jij ik toch ook? Ja, ik ook. Hey, en mensen, dan sluiten we dus nu de video af voor vandaag. Maar ik wil nog wel even zeggen. We hebben dus hier in Zalk zijn we naar Klazien. Hebben we het gevonden waar Klazien dus dat museumpje krijgt. Hierboven. Ja, dat krijg je, ja, maar ja, dat is er nog niet. We hebben Klazien er... woning gezien, waar ja, ze net, ja. Net, die hebben we de woning gezien en we hebben gezien waar ze begraven, waar ze begraven met een man. Nou, met meer, man. Meer kunnen we niet zien. Oh ja, je kan alleen even op YouTube kijken. Ja. He, koop en we zijn het pontje overgegaan, het ja. Veer, het veer heet ja. Het. Het veer zijn we overgegaan. Er waren allemaal kinderen aan het zwemmen en ja, het doen dat heel je gezellig. Toch filmen. Ja, dat is een leuke. En boel. We zijn naar het museum geweest van Jan Pelleboer. Jan Pelleboer Museum. Geweldig. We hebben een hele lieve rondleiding van die mevrouw gehad. Ja, die deed dat hartstikke ja, leuk. Dat zijn ja, allemaal ja. Vrijwilligers die dat doen. Hè? Ja, natuurlijk. Ja. Nou, leuk. Dus ja. We gaan nu eventjes hier zitten. Ik wil nog even het laatste stukje van de tour zien. Kan ik mooi doen hier. Ja, oké. Okay, kijk. Ja. Heb je hem? Ja. Oké, okay, ik doe eerst die fiets even onder stroom hoor. Oh. Ja. Doe even de garage open. Oké. Okay. Oh ja. Maar vergeten we het nog. Tot de volgende vlog, hè.